Een grote politieactie vanmiddag in de bossen bij Hattem. Twee mannen zouden geschoten hebben op de boswachter. Goedenavond. En verder in deze nieuwsuitzending. Harderwijk treurt om de dood van Koos. Dat het raakt. Gewoon omdat het ook hele lieve mensen waren. En ja, je gunt het niemand. En knooppunt Hoevelaken gaat op de schop. Dat is mooi tegen de files, maar ondernemers in de buurt zien op tegen de jarenlange werkzaamheden. Veel vertragingen waarschijnlijk. Kost ons serieus geld natuurlijk. Al deze tijd is niet door te belasten aan de klant. Een grote politieactie vanmiddag in de bossen bij Hattem. Daar zou een boswachter beschoten zijn door twee mannen. De boswachter betrapte de mogelijke schutter. De politie doet onderzoek en kampt de omgeving uit. Een getuige zag twee mannen met lange gewaden het bos uitrennen. En de mannen kwamen uit het bos en werden achtervolgd door de boswachter. Dus waarschijnlijk hebben ze de wapen ergens gedropt, want ik heb geen wapen gezien. De zoektocht heeft nog niets opgeleverd. Er zijn geen gewonden gevallen. Harderwijk is in rouw na de dood van hun stadgenoot Koos Alberts. De 71-jarige volkszanger overleed gisteren aan de gevolgen van blaaskanker. In Harderwijk wordt hij vooral herinnerd als een fijne en lieve man. Wij wisten denk ik een van de eerste van nou, wat er speelde of wat er ging spelen. En dan ben je 8 weken later, dan is hij er niet meer. Dan is het over, dan is het uit. Het raakt. Gewoon omdat het ook hele lieve mensen waren. Je gunt het niemand. Deze buurvrouw is helemaal kapot van het overlijden van Koos. Het enige wat rest zijn mooie herinneringen nu hij dood is. Zo treedt hij afgelopen zomer nog op voor zijn buren. Het was super. Had hij nog georganiseerd. Heeft nog gezongen. Ja, het was echt fantastisch. Het was echt, iedereen had ook zoiets van wauw. Gerouwd wordt er ook op de geliefde voetbalclub van Koos in Hierden. Jarenlang woont hij daar in het dorp. Vanuit hier keek hij uit zijn rolstoel naar de sportieve prestaties van zijn zoon en kleinzonen. Koos is kind aan huis bij de club. Hij was zelfs zo kind aan huis. Hij had zelfs De sleutel van de lift die heb ik hem gegeven, dat hij zelf naar boven en naar beneden kon gaan als hij zelf wou. De club staat even stil bij het overlijden van de bekende volkszanger. En iedereen heeft het erover. En nou ja, vanmiddag een minuut stilte natuurlijk met rouwband om. En dat soort dingen. Ja, wij zien dit ook als een hele moeilijke dag. Omdat Koos door de club een breed gedragen persoonlijkheid is. Ja, want hij was kind aan huis hier, hè? Hij was kind aan huis en het was ook altijd als hij er niet was, wat natuurlijk wel gebeurde met zijn drukke bestaan, dan was het ook vaak waar is Koos? Ja, en in een bestuurskamer is zo'n gezicht ook heel belangrijk. Want ook mensen en sponsoren vinden het natuurlijk prachtig om in het bijzijn van Koos een wedstrijd bij te mogen wonen. Spectaculaire invallen, 7 aanhoudingen, voorbereiding op een aanslag, wapens, grondstoffen voor explosieven. Het haalde wereldwijd het nieuws. De meeste verdachten komen uit Arnhem en daarmee lijkt de Gelderse hoofdstad een jihadbolwerk te zijn. Iets waar de bewoners van de wijken waar de politieinvallen plaatsvonden veel last van hebben. Het gaat donderdag om de grootste politieactie van Nederland. 400 agenten werden ingezet. Er werden niet alleen in Arnhem arrestaties verricht, maar alle draadjes lijken wel in de Gelderse hoofdstad samen te komen. Sinds april blijkt het onderzoek naar de groep die een aanslag zou willen plegen al te lopen. Maar waarom werd er nu pas ingegrepen? Je kan dus 2 dingen doen. Of je acteert gelijk op basis van AIVD-informatie. Dan maak je het gelijk stuk, zo heet dat dan. Maar als de mogelijkheid is om ook als politie nog wat onderzoek te doen, dan heb je misschien ook wel een bewijstechnisch sterkere zaak. En dat kan dus een reden zijn om nog iets langer te wachten als het verantwoord is. Nog iets langer wachten om dadelijk bij de rechter een sterkere zaak te hebben. Ali Denise runt in de wijk Presikhaven Eethuis op amper 50 meter van de plek waar een van de terreurverdachten is opgepakt. De terreurverdachte kwam geregeld in het eethuis. Aan niets was te merken dat hij in een terreurgroep zou zitten, aldus Denise. Nooit, waarvan je denkt van, raar ventje of zo. Nee, helemaal niet. Gewoon iemand net als u, als ik. Gewoon netjes aan de kassa. Dus ja, het is wel bizar dat zoiets naast je zaak gebeurt. Denise kent vanwege zijn beroep alles en iedereen in de wijk. Hij merkt dat de gebeurtenissen diepe indruk hebben gemaakt. In de kranten verschenen artikelen als zou Arnhem en Presikhaven een broeinest zijn van jihadisme. De wijkbewoners zijn bang dat dat ook op hen afspiegelt. Want jongeren hebben het er nu al over. Van, moet ik nou mijn baard weghalen? Maar ja, kijk, een baard is bijvoorbeeld de trend van de afgelopen paar jaar. Dat doet iedereen bijna. Hè. Dus dat wil niet zeggen dat je dan aan een bepaalde religie zit of zo.
En dat terwijl er volgens de ondernemer de laatste jaren grote stappen zijn gezet. De achterstandswijk heeft volgens hem een hele metamorfose ondergaan. Van de Arnhem is de grootste terreurstad van Nederland. Ja, dan denk je van wow, hey, oh, even rustig gaan jongens. Weet je. Dan, ja, dat is wel even sneu. Omdat als echt Arnhemmer toren, vooral nu Preska van het bloeien is. Allemaal nieuwbouw, flink aan het ontwikkelen. Dan moeten we niet zulke negatieve dingen hebben voor Preska. Want dat verdient Preska zelf niet. Sluipverkeer, files en oplopende vertragingen. Dat vrezen ondernemers en gemeenten nu in 2020 het knooppunt Hoevelaken op de schop gaat. Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte eerder deze week bekend dat er 774 miljoen euro beschikbaar komt om het beroemde Klaverblad, waar de A1 en de A28 elkaar kruisen, op te knappen. En dat werk gaat een paar jaar duren. Hey, Gijt, jongen. Hey, goedemorgen. Gaat allemaal goed? Ja, best. Hoe was het op knooppunt Hoevelaken vanmorgen? Veel mee vandaag. Als er één last heeft van het verouderde knooppunt Hoevelaken, dan is het wel dit transportbedrijf. Op nog geen 800 meter afstand van het knooppunt, met 30 wagens op de weg, is Hoevelaken één grote ergernis. Korte in- en uitvoegstroken, mensen kijken te weinig vooruit, zien die grote wagens van ons te laat aankomen, wordt te laat geaccelereerd en nou goed. Het gevolg is van dien dat er kilometers files ontstaan. En die problemen worden alleen maar groter tijdens de renovatie van het knooppunt. Veel vertragingen waarschijnlijk. Hè? Hoe gaan ze het aanpakken? Dat is van ons van levensgroot belang. Ja, misschien moeten we nog wel eventjes op de blaren gaan zitten. Kost ons serieus geld natuurlijk. Al deze tijd is niet door te belasten aan de klant. Verlengde op- en afritten, flyovers, gescheiden rijbanen. Het is een omvangrijke modernisering van knooppunt Hoevelaken. Zoals deze animatie van Rijkswaterstaat ook laat zien. Toch moet er meer gebeuren, vindt de gemeente Barneveld. Want een file bij Hoevelaken betekent volgens de wethouder ook een file 8 kilometer verderop bij het knooppunt A1 A30 bij Barneveld. Ja, dat vinden we een goede zaak, want er staat natuurlijk heel vaak verkeer stil bij Hoevelaken. Het is alleen wel zo dat op 8 kilometer van Hoevelaken ligt ook het knooppunt A1 A30 waar wij nu staan. En daar staat het verkeer ook altijd vast. Dus we willen heel graag dat niet alleen bij Hoevelaken, maar ook bij dit knooppunt wat gaat gebeuren. Dit najaar nog komt de minister met een plan voor de aanpak van het knooppunt bij Barneveld. Feest in het allereerste Thomashuis van Nederland. De formule is ook na 15 jaar nog een succes. Hoe vind je het op het Thomashuis? Gezellig. 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 Dat straks. Er zit inderdaad een das in het gebied bij de Broekstraat in Klarenbeek in de gemeente Voorst. Stichting Das en Boom heeft gisteren een dassenburcht gevonden. En dat betekent dat de ontwikkelaar van het zonnepark in Klarenbeek rekening moet houden met de das, die in Nederland een beschermde diersoort is. Eerder legden omwonenden de das ook alvast op camerabeelden. De brandweerkorpsen uit de gemeente Epe, Voorst en Apeldoorn namen het vandaag tegen elkaar op tijdens de jaarlijkse brandweerwedstrijden. De korpsen moesten tijdens een training in Apeldoorn laten zien wie het best hulp kon bieden bij een calamiteit. Tijdens de wedstrijd moest er een slachtoffer uit een auto worden bevrijd en een gaslek worden gedicht. Op gld.nl straks de uitslag van de wedstrijd. En Ede was gisteravond weer het decor voor Statues by Night. Op zo'n 30 plekken in het centrum waren optredens te zien van kinderen en professionele living statue artiesten. De kinderen kregen vooraf workshops om zo de kneepjes van het vak te leren. Het was de 5e editie van Statues by Night in Ede. Met de gratis app van Omroep Gelderland bent u altijd snel op de hoogte van wat er bij u in de buurt gebeurt. Download hem nu. Er was jarenlang discussie over, maar uiteindelijk is het een rijksmonument geworden. De Muur van Mussert. Vandaag bezocht minister Van Engelshoven het NSB Bouwwerk en reikte een oorkonde uit waarin de monumentale status is vastgelegd. De minister werd vanochtend rondgeleid bij de Muur van Mussert. Eind jaren 30, begin jaren 40, hield de nazistische partij de NSB hier in de buurt van Lunteren bijeenkomsten onder leiding van Anton Mussert. De minister heeft een duidelijke reden om van dit bouwwerk een rijksmonument te maken. Omdat het monument ons een waarschuwing geeft. Het geeft een waarschuwing dat er voor die Tweede Wereldoorlog een feit werd, al dingen werden gezegd, er toespraken werden gehouden, hier toespraken werden gehouden, die een boodschap verkondigen waarvan we nu zeggen van ja, dat kun je niet gezegd laten worden. Daar moet je tegenin komen. Dat moet weer gesproken worden. Sommige mensen vreesden dat de Muur van Mussert een bedevaartsoord voor rechtsextremisten zou worden.
Maar volgens historicus Ad van Liemt zal dat niet gebeuren. Nou, de ervaring leert dat dat helemaal niet het geval is. Dan moet je natuurlijk afkloppen, dat soort definitieve uitspraken. Maar dit is de muur van de NSB, het symbool van de NSB. En de NSB is in de Nederlandse geschiedenis eigenlijk een buitengewoon impopulaire beweging gebleven. Het is eigenlijk een soort losersbeweging geworden. Dat is verrassend, maar dat is wel zo. Dus ook extreem rechts in Nederland heeft absoluut niet de neiging om zich op de borst te slaan van wij vertegenwoordigen NSB gedachtegoed. Dan ben je eigenlijk verloren in de publieke opinie. Heel merkwaardig is dat. Wat gebeurt er bij een brand, als er een hennepkwekerij wordt gevonden of als er iemand niet meer ademt? Op meerdere plekken in Gelderland konden kinderen vandaag zien en ervaren waar hulpdiensten dagelijks mee bezig zijn. En ook in Zaltbommel was er een open dag. Op de motor zitten, achter het stuur van een brandweerauto of de knoppen indrukken in een politieauto. Deze kinderen hadden de dag van hun leven. Leuk. Wat vind je er zo leuk aan? Om te sturen. Kijk 10 seconden en je luistert 10 seconden. En het is nog belangrijk ook. Als doelgroep is het zelfredzaamheid. Het is heel belangrijk dat je dan ook de kinderen daarin meeneemt. Die moeten weten hoe ze uit hun huis vluchten. En kennis maken met politie, ambulance, brandweer. Dat ze op een andere manier kennis maken met de hulpverleners. Als alleen maar als er een ongeluk gebeurd is. Als ze niet hard genoeg rennen, hebben we ze. En met de hulp van jullie, als je van de burgers heen noemen we het dan, van de kindjes en van papa's en mama's, dat ze dan zeggen, ze zijn naar links toe gerend, dat we naar links toe kunnen rennen. Dus ook een politie is ja, geen tegenstand meer. Dan zie je gewoon dat ze, ja, ook, ze hoeven niet bang te zijn van de politie. Ze zien ook, zijn ook gewoon mensen. Ja, het is gewoon het stukje verbinden met elkaar. En het is gewoon leuk dat je vooral kinderen, maar ook gewoon eigenlijk de inwoners van een gemeente kan laten zien van hoe het van binnen eruit ziet, wat het werk inhoudt en wat je doet, ook een beetje begrip kweken. En ook waar de politie voor is, wat je zelf kan doen en vooral dat je samen moet doen. Dus ja, ik vind het heel belangrijk zo'n dag. En mocht het voor de kinderen allemaal net te spannend zijn, zorg dan dat er een ouder in de buurt is. En dan is het feest bij het allereerste Thomashuis in Nederland. En daarom staan er in Lochem, bij het huis waar gezorgd wordt voor gehandicapten, 15 kaarsjes op de taart. In 2003 was Hans van Putten de gehandicaptenzorg zo zat vanwege de vele personele wisselingen dat hij voor zijn gehandicapte zoon Thomas een eigen opvangplek startte. En dat eerste huis met zorg op maat is er nog steeds. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen zoals Thomas eigenlijk kunnen wonen in een huis waar veel warmte, sfeer en wat geborgenheid heerst. En dat vind je niet in de instellingen. Hoe goed ze ook hun best doen, het blijft toch een bedrijfsmatig iets. Wat ik eigenlijk voor Thomas zocht, was eigenlijk een soort nieuwe vader en moeder in een klein winkeltje. Thomas inspireerde zijn vader, Hans van Putten, om de gehandicaptenzorg 15 jaar geleden drastisch te gaan veranderen. Met resultaat, want het naar hem vernoemde Thomashuis is er nog steeds in Lochem. Ben jij een Thomashuis gebakje? Ja. Ja, zijn het Thomashuis is in feite een heel mooi huis, waar 8 of 9 mensen met een verstandelijke handicap samenwonen met mensen uit de zorg die daar bijwonen. De zorg voor gehandicapte bewoners is nu in handen van Rick en Lindy van Gent. Zij wonen met hun gezin boven en de rest beneden. We zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zijn wij verantwoordelijk voor onze groep bewoners. En samen met een aantal medewerkers draaien we het huis. Maar samen worden we soms wel eens gekscherend de zorgouders genoemd. Bewoner Alex trok er in 2003 al in. En nog steeds woont hij er. Hoe vind je het op het Thomashuis? Gezellig. Gezellig? Gezellig. Ja. Het concept wordt ook uitgerold in het buitenland. Nou, we zijn al een paar jaar bezig in België. Daar is nu de regelgeving ook aangepast en we kunnen gaan starten. En in 2020 schat ik dat de eerste 5 Thomashuizen open kunnen gaan. Er is niet alleen succes. Het Thomashuis in Tiel kwam in opspraak. Daar zou PGB-geld van cliënten voor de dagbesteding niet goed zijn besteed en zouden cliënten worden verwaarloosd. Er zijn nu 118 van dit soort huizen in Nederland, waarvan 27 in Gelderland. Maar zijn zoon Thomas, zijn inspiratiebron, is er niet meer. Die is overleden, maar hij is er nog steeds. Thomas heeft mij een beter mens gemaakt. Thomas leeft voort, het schilderij die we aan de muren hebben hangen. Het plaatje waar wij elke dag aan herinnerd worden als we binnenkomen in huis. En zijn gedachtegoed vinden wij heel belangrijk om voor te zetten.
Ja, dan het weer. Vannacht kregen we te maken met vorst, hè Margot? Ja, volgens mij is dit echt de eerste keer dat we op sommige plaatsen in Gelderland de autoruiten moesten krabben. Vanochtend althans. En misschien dat het morgenochtend weer het geval is, want het gaat weer flink afkoelen. Maar vandaag overdag was het eigenlijk prachtig weer. De zon scheen. Klein beetje gehinderd door wat hoge sluierbewolking. Maar ja, de temperatuur kwam natuurlijk niet zo hoog. In een mooie heldere luchtsoort werd het vanmiddag zo'n 15 tot 16 graden. En onder die heldere hemel, die we ook vanavond en vannacht houden, want we zien eigenlijk alleen hier langs de noordwestkust een beetje bewolking, zal het opnieuw weer koud worden. Dit zijn de minimumtemperaturen op 1,5 meter hoogte. 1 tot 2 graden boven het vriespunt. Maar aan de grond kan het in dit geval zo'n 4, 5 graden kouder worden. Betekent op veel plaatsen een graadje vorst aan de grond. En misschien dat het ook hier en daar weer een beetje nevelig wordt en dat je langs de randjes van bijvoorbeeld bladeren en op het gras een beetje rijp zult zien. Maar ja, dat trekt morgen heel snel op en daarna ziet het er ook voor morgen heel aardig uit. De temperaturen komen met een zuidwestelijke wind net iets hoger dan vandaag, 16, 17 graden. En er is ook iets meer bewolking, vooral 's middags neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe, maar het blijft wel droog. Nou, maandag houden we het niet helemaal droog, er kan een enkele bui vallen, maar het een frisse wind en de temperatuur komt uit op 13 graden, ook dinsdag fris en bewolkt. En daarna gaat het weer de goede kant uit. Tot zover het nieuws. Meer natuurlijk op onze site gld.nl en op de app. Zometeen gaat Harm Edens in Buitengewoon op zoek naar de gevolgen van de droogte van deze zomer voor de natuur in Gelderland. Veel kijkplezier, fijne zaterdagavond nog. Dag!